Het is voor de gezelligheid. Nou ja, dan ben je onder de mensen. Anders zit je maar boven. En alleen. Nog een keer, de vier. Heb je er niet meer, dat is jammer. Vandaag staat de Sjoelen en Klaverjas op het programma. Door abrupte bezuinigingen van het Rijk is er niet genoeg geld voor wijksteunpunten. Ja, we hebben 13 locaties waar we gebruik maken van deze gelden. En dat zijn allemaal locaties zoals deze locaties waar we heel veel activiteiten organiseren voor mensen die in een huis wonen, nog zelfstandig wonen, uit de wijk komen. En dat past juist zo bij het nieuwe beleid van het kabinet om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. En dan heb je juist dit soort voorzieningen nodig waar mensen op kunnen terugvallen als dat nodig is. Noordkop en Texel voeren daarom nu actie. We hebben contact gehad met Texel, Den Helder en Hollands Kroon. En daar hebben wij gezamenlijk een brief naar het ministerie gestuurd. Van, dit is wel heel plots. En waarvoor is er niet een nette overgangsregeling getroffen? Zodat iedereen meer de tijd zou hebben om de gevolgen te kunnen opvangen. We wisten wel dat er wat plannen waren om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar dat het ineens zo snel ging. En dat de gemeente zo, want de gemeente hebben eigenlijk een groot probleem overgedragen gekregen van het Rijk. Dat het zo snel ging en dat het probleem zo groot zou worden, dat was zeker schrikken. Ja, en de drie. Als er nou geen geld komt en het valt weg, wat zou dat betekenen voor deze mensen? Nou, dat betekent dus dat de bewoners elke dag op hun kamer zitten en nog meer gaan vereenzamen. En dat moet toch zeker niet de bedoeling zijn? Hoort ze het mee? Is die ook dood? Maar die heeft toch een goede apparaat? Jawel, dat is oké.